Ja, dat per seconde wijzen, dat was een onaangename ervaring. Ik zal er verder niet al te veel woorden aan vuil maken, maar de redactie had zich volstrekt niet gehouden aan de afspraak die gemaakt was. Okay. Per seconde wijzer is dus niet een open quiz, zoals bijvoorbeeld de slimste mens. Daar kun je alles vragen. De ene vraag gaat dan over Napoleon. En de volgende vraag gaat hoe je courgettes klaar moet maken, zal ik nou maar even zeggen. Maar hier kun je een interessegebied aanwijzen. Okay. En dat had ik gedaan. En het interessegebied was vrij simpel, het Verenigde Staten na 45. En met bijzonder aandacht voor de buitenlandse politiek. Met Van Rossum, kunt u mij horen? Ik kan nooit een flesje open krijgen. Dit is ook, ja. Ik kan doosjes, doosjes is nog erger. Dat is echt verschrikkelijk gewoon. Waarom dat niet? Dat moet toch mogelijk zijn om een handige verpakking te maken, waardoor je met één trekstrip de zaak open hebt. Ja. Je krijgt ook vaak doosjes van al die dingen die je op internet bestelt, waar je langdurig met meerdere scherpe messen op aan moet vallen om überhaupt eruit te krijgen wat erin zit. Je hebt ook inderdaad soms, die zijn handig, vooral boeken worden zo verstuurd, daar kun je met zo'n trekstrip en dan ben je klaar, dan is het open. Ja. Het is vaak volkomen onmogelijk. En soms is het ook een handige verpakking waar dan op staat, het is heel handig, je kunt het openmaken en ook weer dicht doen en is het hersluitbaar. Oh, nou maar ja, dat werkt mij, meestal dat, niet. Dat hoeft voor mij ook niet. Nee. Hey, we hebben veel dingetjes, had ik even kijken wat ik het allemaal heb. Voor ik het vergeet, Tivoli heeft het nu allemaal gecommuniceerd. Dus 5 januari, juist. Ze zeiden tussen 8:30 en 9:30. En toen zei ik, nou, maak er maar 10 uur van. Dat lijkt me wel verstandig, ja. Ja, dus dat gingen ze aanpassen. Ik heb gezegd, geen pauze. Ze hadden nog een pauzedrankje zat erbij. Ik zeg, ja, dat moet je dan maar vooraf doen. Geen pauze. Ik ben een enorme tegenstander van pauzes. Ja. Sinds ik niet meer rook, ben ik tegen pauzes. Ja. Vroeger was ik enorm voor pauzes, want dan kon je gaan roken natuurlijk. Maar dat heb ik niet meer. Oké, dus geen pauze. En ja, ze zeiden op een gegeven moment moet je wel een beetje, we moeten wel rond 10 uur een beetje afronden, zeiden ze. En ze, die mevrouw zei, ja Maarten, die gaat nog wel eens wat langer door. Dat klopt. Dus je moet er wel duidelijk een seintje geven als het afgelopen is. Ik zeg, nou, dat komt vanzelf wel goed. Dus, ja, dat je zou toch zeggen, als ik lang doorga, vraag ik geen extra bedrag. Ik zeg niet na de hand van zeg, ik ben 20 minuten uitgelopen, dus dat is zoveel meer erbij. Nee, helemaal niet. Het is juist, ik zeg ook vaak, nou ben ik er. Hè? We hebben een prijs afgesproken en nou staat u erop dat het zo kort mogelijk is. Want je hebt bij heel veel zakelijke lezingen, dat je al zegt, nou maakt u het niet te lang, hè. 20 minuutjes, dat is al, dat valt niet mee voor de zakelijke elite om 20 minuten te luisteren. Dat is, kunt u het een beetje pittiger dan een kwartiertje. Ja, ik heb wel eens een megabedrag ontvangen voor een kwartier spreken in een soort kasteel in Den Haag. Ik zei, nou ja, ik wil het wat doen, maar ik ben er voor per kwartier nog niet nooit op dit niveau betaald. Nee. Nee. Dus nu ik ben bereid om er 1,5 uur van te maken. Maar daar waren ze helemaal niet in geïnteresseerd. 0,0. En ik kan niet verder in een kwartiertje. Nee. En je bent net lekker op gang en dan is het eigenlijk afgelopen. Ja. Nee, dat is niks. Dat is niks. Maar goed, de vraag is nu een beetje of mensen het leuk vinden om naar een podcast te gaan zitten kijken. Dus we hebben ook afgesproken als er nou te weinig mensen komen, dan stoppen ze er ook weer. Ja, dan dat lijkt me een prima idee. Ja. Om het nou te doen met 3 mensen in de zaal, dat is ook weinig aan te beleven, okay. Toch? Dus het staat hier op internet. Als je nu in de beschrijving bij deze podcast kijkt, dan kun je erop klikken en dan zie je alle informatie. Nou, dan gaan we over een paar weken wel eens bellen met Tivoli of er überhaupt iemand op heeft ingetekend. En dan, ja, dat is een hele goede kans dat het natuurlijk helemaal niet doorgaat, omdat we maar even tegen te zitten en we hebben de 1,5 meter terug. En dan zijn in feite theatervoorstellingen volkomen nutteloos geworden. Nee, dat kan ook niet, nee. Heb je 15 man in de zaal of zo. Ja, wat heb je een bepaalde verwachting? Nou, ik ben er betrekkelijk negatief over gestemd. Oh, ja. Ja, maar vooral omdat je dat ook, ik begreep dat dat genoemd was. Ja, je begrijpt dat ik als gevaccineerde wel een beetje raar vind. Dat is nu is geloof ik 83% van de bevolking is gevaccineerd. Ongetwijfeld zijn er mensen die om medische redenen niet gevaccineerd zijn. En de rest zijn om flauwekul redenen niet gevaccineerd.
Dus het blijft nogal raadselachtig waarom de hele rest van de bevolking, namelijk ruim 83% van de Nederlandse bevolking, het slachtoffer moet worden, in dit geval, van het feit dat we een betrekkelijk grote groep van weigeraars hebben. Ja, ja. Maar nu ik begreep ook allerlei politici die geweigerd waren omdat ze zich niet wilden laten vaccineren bij bijeenkomsten. Oh, ja? Wie was dat BVV'ers dan? En FVD'ers natuurlijk. Ja, precies. Dat is die 50%. Ik zou zeggen, jammer, niet dat het, of u komt, doet er toch geen zak toe. Laten we dat even vaststellen natuurlijk. Maar ja, jammer, als u niet gevaccineerd bent, dan komt u niet naar binnen. Ik vind het eerlijk gezegd een volkomen redelijke eis. Ja. Ik vind ook dat werkgevers die eis mogen stellen. Ik hoorde nou ook een meneer die was toch twee keer gevaccineerd, maar we had nu toch weer corona. Was ja, dat kan. Dat is een kleine kans dat je het krijgt. Alleen is de kans dan dus minim dat je ook op de IC terechtkomt. Precies. Maar je kunt wel anderen weer besmetten. Dus ze zouden in principe iemand anders weer kunnen aansteken met de boel. Mm-hmm. Ja. Dat is mogelijk, ja. En als je dan natuurlijk een betrekkelijk grote ontstekingshaarde hebt, hè, bijvoorbeeld in de refoband, ja, dan moet je wel afvragen, moet de rest van de bevolking daarvan het slachtoffer worden, ja of nee? Ik zou zeggen nee. Mm. Dus sorry, dan moeten de refo's maar hun eigen partijtjes houden. Dat doen ze ook in die kerken natuurlijk. En nou ja, we weten nu dat het daar, dat de besmettingsgraad bijvoorbeeld in Staphorst, begreep ik, heel hoog is. Ja. En heb jij nog een mening of je moet sturen op of de ziekenhuiscijfers of op de besmettingscijfers? Nou ja, ik heb begrepen van dat rapport van KPMG, als ik het me goed herinner, van enige tijd geleden. We hebben het vorige week ook over gehad. Dat die sturing in feite in Nederland niet verstandig was geweest. En dat je dus beter kunt sturen op nummer 2, op de besmettingscijfers. Ja. Dan op de ziekenhuiscijfers. Omdat je natuurlijk, als je stuurt op de ziekenhuiscijfers, dat jij eigenlijk altijd te laat bent. Hmm. Hè? Ja. Want dan zit je aan het eind van de keten. De IC is het eind van een moeizame van besmetting en de eventuele effecten. Terwijl als je weet wat de besmettingen zijn, kun je veel, en als die oplopen, kun je eerder reageren dan, want het duurt enige tijd voordat de besmetten lieden ook op de IC liggen natuurlijk. Dus ja, ik vond dat vrij overtuigend dat we dat verkeerd hebben aangepakt. Hmm. Hoe zie je nu een oplossing om die mensen die niet gevaccineerd zijn, om die ergens op te sluiten? Om die te beperken? Nee, die hoeven helemaal niet op te sluiten. We hoeven ze ook niet te dwingen. Alleen mogen ze niet naar binnen bij openbare gelegenheden. Ja, dat is vrij simpel. Bij mijn weten is het bijvoorbeeld verboden om in openbare gelegenheden te roken. Daar wordt toch ook geen bezwaar tegen gemaakt. Ja, aanvankelijk is daar enorm veel bezwaar tegen gemaakt. En rotstreek en discriminatie en andere lulkoek. En tenslotte heeft iedereen dat geaccepteerd. Hè? Als jij naar de bioscoop gaat, dan is het niet, dan zou je er braaf van opkijken zoals het vroeger was. Dat de helft van het publiek flink zit te roken. Dat, je had vroeger van die aspakjes op de stoel voor je. Ja, in de trein ook nog, in de armleuning. Ja, precies. Ja, dat is nu volstrekt onacceptabel. Het is volledig geaccepteerd dat je niet rookt bij publieke gelegenheden. Ik zou zeggen, het dient volstrekt geaccepteerd te zijn dat je in publieke gelegenheden, dat daar de eis wordt gesteld dat je volledig gevaccineerd moet zijn. En word je overal gecontroleerd? Als je bijvoorbeeld in Delft, moest je daar je ding laten zien? Nee, want dat is een hele wonderlijke zaak in allerlei opzichten. Dat ze mogen bijvoorbeeld in Delft, waar ik in het theater optrad, daar worden de mensen die naar het theater komen worden gecontroleerd. Ik stond ook klaar overigens in een ander theater met mijn pasje, met mijn gele pasje. En ze, nee, zei die mevrouw, ik mag u niet de artiest mag niet gecontroleerd worden. Ik zei, nou, ik ben helemaal geen artiest, ik kom college geven. Nou, dat was helemaal niet, nee, ze heeft mij niet gecontroleerd. Want je bent dan personeel en personeel. Ja, zo is het. Ja. Ze mogen personeel wettelijk niet vragen naar de vaccinatie. Ja. Dus stel dat jij wat ik volkomen stapelkrankzinnig vind, maar kennelijk hebben we in die wet ergens een foutje gemaakt. Ja, dus ik ben heel bang, want het begon net lekker te lopen in die theaters en dan kunnen we nu weer stoppen. Ja. Want we zijn in feite nog geen 4 weken op slag of het is weer afgelopen. Maar ik ben erg dus voor controle en sorry. Nee, u kunt toch speciale gelegenheden organiseren voor niet gevaccineerden. Ja, die kunnen ook wat dommer gehouden worden, zodat ze niet boven de pet gaat. Dat lijkt me eigenlijk gezegd. Misschien kunnen ze ook erbij gaan roken of zo. Dat lijkt me een heel leuk idee, dat je alle dingen die verboden zijn nu, dat je dat dan nu kunt doen. Ja, ja, dat te hard rijden, harddrugs. Nou ja, het hard rijden is ook een klassiek voorbeeld natuurlijk. Nou, is op dat punt is natuurlijk overtreding op grote schaal de normaalste zaak van de wereld. Ik heb het al eerder verteld, ik was nu weer
Ik heb als gisteren zijn we begonnen met de slimste mensen op te nemen. Dus dan rijd ik zelf naar Hilversum. Dat is een ritje van niks natuurlijk. Op de A27. Ik wil niet zeggen dat ze door de geluidsbarrière breken. Maar veel scheelt het niet. Daar wordt ontzettend hard gereden. En ook altijd op zo'n stomme manier. He, van die mensen die enorm hard rijden. Terwijl je in de verte bij het stoplicht kunt zien dat het op rood staat. Ja, dan moet je weer vol op de rem natuurlijk. Ja, maar misschien denken ze, dan wordt het groen en dan ben ik te snel en kan ik doorrijden. Nou, meestal niet, want dan staan mensen al te wachten voor het rode stoplicht. Ik sta er altijd bij van te kijken. Ja, ja. Hilversum is sowieso wel een ellende met auto's. Ja, dat was het nu ook weer. Ook ongelooflijk, want je moet via die rondweg naar de Gravelandse weg rijden, ja. Want daar is dat gebouw. Ja. Je kunt ook Hilversum Noord pakken, maar dan moet je een afslag verder. Dan moet je de A1 ook nog pakken. Ja, maar dat is ook heel onhandig, want daar zitten ook allerlei stoplichten tussen. Dan heb je zo'n stuk. Want ik moet niet naar het Mediapark, ik moet naar de Gravelandse weg. Oh, waar de KRO zit. Ja, dat maakt een heel verschil. KRO, NCV, ja. Protestanten en katholieken. Zijn er tenslotte toch toegekomen om één zendgebouw te hebben, of één kantorengebouw. Maar de opnames worden gemaakt onder in het gebouw. En het grote voordeel is dat je daar onder het gebouw kunt parkeren. Ja, wel met van die vervelende palen. Je moet altijd goed uitkijken dat je hem goed... Ja, dat is wel geest. Op al die palen, die zijn, daar kun je zien, daar zijn auto's al langs geschampt. Ja, het is niet wel heel parkeervriendelijk daar. Nee, ik ken geen enkele parkeergarage die op de menselijke maat gebouwd is. Ik weet niet wie die dingen ontwerpt, maar of die ooit auto rijden, volgens mij niet. Het zijn mensen die... Als je naar de Gamma gaat, dan heb je dan voldoende... Ja, daar kom jij niet. Nou, maar hier is het ook lastig om als die echt vol is, om dan om in zo'n gaatje te gaan staan. Ja. Vooral als je een auto hebt die groter is dan een Smart. Ja, dat klopt. Er is nog iemand die vroeg zich af of jij de Wikipedia van Per Seconde Wijzer niet gelezen had voordat je meedeed aan het spel. Ja, dat Per Seconde Wijzer, dat was een onaangename ervaring. Ik zal er verder niet al te veel woorden aan vuil maken, maar de redactie had zich volstrekt niet gehouden aan de afspraak die gemaakt was. Okay. Per Seconde Wijzer is dus niet een open quiz, zoals bijvoorbeeld de slimste mens. Daar kun je alles vragen. De ene vraag gaat dan over Napoleon. En de volgende vraag gaat hoe je courgettes klaar moet maken, zal ik nou maar even zeggen. Maar hier kun je een interessegebied aanwijzen. Oké. En dat had ik gedaan. En het interessegebied was vrij simpel, het Verenigde Staten na 45. En met bijzondere aandacht voor de buitenlandse politiek. En mogelijke wijze vragen over auto's. Nou, ik weet niet, jij hebt het kennelijk niet gezien. Ja, ik heb het gezien. Ik heb het teruggekeken. Ja, met de beste wil van de wereld kun je toch niet zeggen dat het interessegebied, dat daadwerkelijk ook onderwerp was van de vragen. Dus na twee vragen dacht ik al van, wat is dit voor rare, wat zijn er voor rare vragen? Dat hebben we niet afgesproken. En toen kwam de raarste vraag van allemaal natuurlijk. Die ging over de bezetting, de Nederlandse bezetting, 40-45. Ja. Wat geen zaak met de Koude Oorlog te maken heeft, maar ook helemaal niks. Want je moest verschillende dingen op goede volgorde zetten, 3 rondes. U ziet ze, ik vertel er nog wat bij. 1. Kwamen in de nacht van 9 op 10 september 1989 massaal een trabantje. 2. Initialen verwijzen naar Russische dictator. Teken speelde een grote rol in de slag om Berlijn in 1945. Dit is waarschijnlijk een T-34. 3. Te zien in feite elke militaire parade in het Oostblok vanaf begin jaren 70. Dus doen die UAS 469, maar 4. Zeg maar niks. 1 met data, hè? Ja. En eentje met quotes. En dat was persoon. Nou, die quotes, dat ging dan nog wel. Ja. Dit waren meest bekende figuren uit de Verenigde Staten. Hoewel ook dat Churchill bijvoorbeeld tussen zat. Nee, dus ik voelde me opgelicht. En zeker met die derde vraag dacht ik, ja zeg, wat zullen we nou beleven? Ja, dit is niet wat we afgesproken hadden. Ja. Ik heb ze ook nog een boze mail gestuurd. Maar, Maar is dit... De prins geen kwaad. Ik heb dit nooit gezien, dit programma. Maar is dit altijd op deze manier? Want die sportman daarna kreeg ook... Die moest dus allemaal sportdingen doen op die manier. Ja, die deed het fantastisch. Ja, dat heb ik niet meer gezien. Dat heb ik afgezet. Die wist ook dat de achterneef van Rafael van der Vaart een bekende vegetariër was. Dat soort van dingen. Oh. Waarbij je ook denkt, wat heeft dat precies met sport te maken? Maar hij wist het wel allemaal, dat wel. Ja. Dat was die, weet je, Jeroen Stomphorst heet hij. Die deed tip-top. Oh, dat heb ik helemaal niet gezien dat hij het goed deed. Nee. Ja, hij deed goed. Heel wat beter dan ik in ieder geval. Maar nogmaals, ik had een zeker excuus om te zeggen, wat is dit nou? Ja. Wat natuurlijk ook gek is, je vraagt, dit was de 1000ste uitzending.
Dus je denkt, oh wat leuk, dat gaan we feestelijk aanpakken. We vragen, we hebben twee bekende Nederlanders, Jeroen Stophorst en Maarten van Rossum. Normaal is het met onbekende mensen? Ja, normaal is het met normale Nederlanders. Ja. Dus ja, ik dacht, nou, ik had daar niet zo verschrikkelijk veel puf in natuurlijk. Want ik weet, quizzen, dat is een vrij willekeurige aangelegenheid. Maar ik denk, hup, dat doen we de duizendste keer. En dan kom je met zulke rare vragen. Nadat je eerst gevraagd hebt, wat is uw interessegebied? Ja. Als ze natuurlijk hadden gezegd van, nou, u kunt uw interessegebied best opgeven. Maar dan trekken we ons niet al te veel van aan. Dan had ik gezegd, het is mooi geweest, dan zoek je maar een ander. Ja, ja, ja. We waren wel die met die data. Dat lag wel in wat we ook in deze podcast en wat je op andere plekken ook wel eens bespreekt. Hè? Dus dat is wel, qua onderwerpen, was er een enige overlap. Nou, wacht even, ik ben ervoor dat je de jaartallen kent. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ook de dag weet waarop de Jodenster is ingevoerd in Nederland. Nee. Ik zou zeggen, het is fijn als je weet wanneer de Franse Revolutie begint. Ja, ja. Of Napoleon geboren is, allee. Ja. Hey, er was dan nog een vraag. Vorige keer hebben we het gehad. Toen heb jij een vurig pleidooi gehouden over Duitsland, waar ze die kiesdrempel, of nee, de stemgerechtigde leeftijd willen ze naar beneden brengen. Ja. Er was iemand die zei van, ja, als je dat dan doet, hè, moet je dan ook niet aan de bovenkant zeggen, oké, we gaan zeggen, mensen tot die leeftijd mogen stemmen. Want je zou kunnen bepleiten, dus een vraag nogmaals die binnenkomt, ja, dat je boven een bepaalde leeftijd niet meer de bepaalde inschattingsvermogens hebt. Dat is natuurlijk op zichzelf voorkomen, juist. Maar daarmee zet je natuurlijk wordt een deur opengezet naar een onoplosbaar probleem. Wat zou als deze man dit zo voorstelt? Ik kan me begrijpen dat hij waarschijnlijk heeft hij een vader of een oom die 89 is en ook niet precies meer weet hoe het in de wereld in elkaar zit, terwijl hij toch zijn stem uit mag brengen. Dus ja, daar kun je wel iets bij voorstellen. Maar ja, meneer, mag ik dan eens vragen, is het verstandig dat we mensen met een IQ onder de 80 ook laten stemmen? Wat vindt u daarvan? Vindt u niet dat er dan eigenlijk een examentje moet komen? Dat we eigenlijk bij elke kiezer even vragen, 10 vragen, die kunnen eventueel erbij worden opgesteld. Van, als u die juist beantwoordt, u mag ook een paar fouten hebben, laten we zeggen. Beetje net als per seconde wijzen. Maar u moet er wel 7 van de 10 goed hebben. En zo niet, ja sorry, maar dan bent u niet kiesgerechtigd meer. Nee. Die meneer zet een deur open voor een probleem wat onoplosbaar is, waar geen eind aan is. Maar 16 vind ik te jong. Ja. Wat ik daar zo van gezien heb, zijn de meeste mensen van 16 niet in staat om, laten we zeggen, enigszins gestructureerd na te denken over de politiek. Of ze dat wel kunnen als ze 18 zijn, is een andere vraag. Ik kom weer terug met deze redenering. Hoeveel mensen zijn überhaupt in staat om gestructureerd na te denken over de politiek? Hoe vaak hebben we het dan niet gehad over het feit dat 15% van onze bevolking evident knettergek is? Of dat nu de vaccinatie is of voor democratie of wat we voor allerlei andere gekkigheid hebben beleefd de afgelopen 20 jaar. Ja. Dus nee, het is een heel begrijpelijke vraag van die meneer, maar hij heeft er niet goed over nagedacht. Oké. Okay. Hey, mag ik eens weten hoe oud hij zelf is eigenlijk? Dat kan ik niet zeggen. Ik kan nee, wel even... Dat had hij er niet bij vertellen. Nee, dat heeft hij er niet bij. Ik kan wel even opzoeken wat hij zei nog iets over de... Ja, wat er in je lichaam dan gebeurt. Dat ben ik weer even... ik ben het even vergeten hoe hij het precies zei. Dat is niet best wat er in je lichaam gebeurt. Even kijken. Boven de 75. Ja, hier, Michiel. V. Michiel heet hij. Hij zegt... als het argument een gebrek intellectuele capaciteiten is bij die 16-jarige of jonger, dan zou Maarten ook moeten pleiten voor een bovengrens. Jongeren die missen de kristallijnen intelligentie, maar ouderen die missen de fluïde intelligentie. En juist die laatste is belangrijk in de huidige complexiteit. Ik weet niet precies wat het verschil tussen die twee is. Nee, ik hoor dat voor het eerst van mijn leven. Maar ik zou zeggen, bij jongeren is het natuurlijk helemaal niet de afwezigheid van intelligentie. Dat is het helemaal niet. Het is de afwezigheid. Op je 16e ben je nog onder normale omstandigheden, groei je op in een gezin en heb je nog niet een breed uitkijk over de samenleving. Je hebt nog niet gewerkt. Vandaar dat ik suggereer dat het wat mij betreft ook nog wel iets boven de 18 kan worden getild. Ja, ja. Maar goed, dat gaat niet gebeuren, dat begrijp ik ook wel weer. Hoe is het in Duitsland eigenlijk met de formatie en zo? Is dat, Nou, stilletjes, hè? Ja. Dus kennelijk, ik neem aan, als het er een hoop lawaai was, dan hadden we wel gehoord dat het slecht gaat. Of dat ze herrie hebben gemaakt, met de deuren hebben geslagen enzovoort. Ook onze eigen formatie, die is stilletjes. Ze zijn weer naar zo'n file, schijnt daar in Hilversum een hele reeks van leegstaande landhuizen te zijn. Die je op afroep kunt gebruiken om formatiegesprekken te houden, kennelijk. Ja. Daar zitten ze nu. Ja.
Ze waren nog niet erg opgeschoten, begreep ik, toen ze daarheen gingen. Nee, er was wel wat van CDA, die waren wat gedraaid, hè, in D66, over die standpunten rond de veehouderij. Ja, die CDA, die in het geheim gewerkt hebben aan een campagne om Rutte zwart te maken. Het is ongelooflijk, dat is een christelijke partij. Het is altijd, CDA, dat is altijd echt, nou, ik wil niet zeggen lachen, gieren, brullen, maar het is wel een beetje een rare partij, toch? Dat ze dit, en dan ook de naïviteit om te denken dat dat geheim blijft. Dat is ook zo, dat je denkt, maar... Maar dit heb ik even gemist. Ze wilden Rutte zwart maken. Ja, zeker. Een negative campaigning. Je weet, dat is in Amerika natuurlijk aan de orde van de dag. De hele Amerikaanse politiek hangt aan elkaar van negative campaigning. Ja, het is een heerlijk land, Amerika. Heerlijk land. Schitterende democratie. Altijd met de fijne spelregels, sportief, het is ongelooflijk. Ja, Amerika is een heksenkermis in allerlei opzichten. Dus die CDA's dachten, dat kennen wij ook. En dan gaan we in het geniep, gaan we Rutte zwart maken. En van, hoe zit het echt met zijn seksualiteit? Oh ja? Ja, dat stond er in de krant bij, dat dit een van de thema's zou zijn geweest. En wie heeft het dan bedacht met het CDA? Nou, twee lui die zich met de campagne en met de campagnefinanciering bezig hielden. Maar ik moet zeggen, het is door hogere plaatsen is het afgeblazen. Huh. Ze hadden Omtzigt ook nog benaderd, maar die had er ook geen aardigheid in. En dat wouden ze dus doen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen? Ja, speelt bij voor de verkiezingen van. Ja. Ja, die al langzamerhand zo lang geleden zijn dat je denkt van... Ja, maar dan was het ook alweer 17 maart. Het is, ja, want je ziet nu alles. Je moet langzamerhand hopen dat we voordat de volgende 17 maart... voor de gemeenteraadsverkiezingen überhaupt een kabinet hebben. Ja. Nou, het is vrij stil. Dus als dat een goed teken is, ja, dan zou er wel wat komen. Maar ja, ik weet het niet. Het record is deze week ook gebroken. Ja, het record is gebroken. Je weet dat het record in Belgische handen is en dat gaan we voorlopig niet breken. Nee, dat is waar. Een paar jaar geleden. Meer dan een jaar. Ja. Ik meen 560 dagen of zo. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ja. Moesten wij nog iets over China vertellen? Of denk je van... Dat is in principe hebben we dat wel afgerond. Want er is uitgelegd waarom China die fantastische spurt heeft gemaakt. En dat toch voor een heel belangrijk gedeelte te danken is aan die special economics. Eerst de landbouwhervormingen natuurlijk. Dat is van essentiële betekenis. En toen nog die town and village bedrijfjes, die ook een hele nuttige, laten we zeggen, aanloop vormden. En daarna die special economic zones. Waarbij in feite buitenlandse investeerders en bedrijven alle ruimte krijgen om te doen en te laten wat ze zin in hadden. En jij gaat trouwens met de paraplu fietsen. Ik begreep dat wettelijk gezien niet mag. Dat wist ik niet. Mag je niet met een paraplu fietsen? Ik wist dat. Dus het zei mij iemand, die zei ik, ja, nee, je mag niet met een paraplu fietsen. Oh. Maar ja, je mag ook niet terwijl je iPhone kijken. Nee, of hoe heet dat het, op je niet. Smartphone kijken. Dat mag ook niet, dat klopt. Nou, dan zou je voor de aardigheid eens hier in het park moeten komen kijken. Dat klopt. Hè? Vooral meisjes zijn meesters in het teksten met beide handen. Terwijl ze sturen de fiets wordt gestuurd met de kont. Ja. Hè? Ze kijken natuurlijk niet voor ze, want ze moeten op dat dingetje kijken. Ja. Het is dat ze het kunnen, dat is echt... Ik zou zeggen, het is een circus act eigenlijk, hè? Daar lijkt het op. En de politie handhaaft ook niet meer. Want ik heb het een keer bij het Centraal Station meegemaakt. De politie in Nederland handhaaft heel erg weinig, laten we dat ervan zeggen. Ja, maar er kwam een motor... Dus die 100 rijen op de grote weg, wel een flauwekul, doen. Maar vaardig dan niet een maatregel uit als je niet van plan bent om te handhaven. Nee, overal trajectcontrole, dat zou het best zijn. Nou ja, want op de A2 is het minder erg, die hard rijden dan op de A27. Ja, dat klopt. Dus daar zou je, in België hebben ze het volgens mij, op heel veel plekken hebben ze trajectcontrole. Tjo, dan sta je van te kijken dat die Belgen toch iets controleren kennelijk. Ja, dat dus. En dat heeft effect. Maar die politieagent met die telefoontjes, die zei alleen maar, jongens, telefoon weg. En toen reed hij weer door. Dus hij, het waren er zoveel. Hij wist waarschijnlijk niet waar hij moest beginnen. Nou ja, het is op zichzelf is het natuurlijk zo. In een land als Nederland, en dat geldt voor vergelijkbare landen even zo natuurlijk, is een Himalaya van wet en regelgeving. En een groot deel daarvan wordt in feite niet gehandhaafd. Dat weten we eigenlijk allemaal. Het is ook steeds het aftasten van hoeveel mensen houden zich er niet aan en hoeveel mensen houden zich er wel aan. En je probeert die lijn een beetje in de verstandige sector te houden. Zo werkt het ongeveer. Ja. Oké, maar dus China, merendeel gehad? Sorry, ik onderbrak je daar. Wat we,
Ik weet niet of, ja, dat hebben we natuurlijk ook al het een en ander over gezegd. Het feit dat China eigenlijk op weg leek om een... Het was een autocratie, het is een dictatuur, het is een partijdictatuur, maar je had de indruk dat ook de opvolging in die partij eigenlijk vrij goed geregeld was. Er wordt iemand klaargezet, die mag het 5 jaar doen. Wordt er weer een nieuw iemand klaargezet, die kijkt hoe het moet en die mag het ook verder, enzovoort. Dat was eigenlijk de opvolgingssequentie na Deng Xiaoping. Ja, en dat heeft Xi Jinping volledig doorbroken en die heeft de macht in allerlei opzichten heeft die aan zich getrokken. En al zijn potentiële tegenstanders uitgeschakeld in die anticorruptiecampagne. Corruptie is enorm. Ook de familie van Xi Jinping heeft zichzelf immens verrijkt. Het is, ik las laatst een stukje dat die partijelite in China natuurlijk ook een soort maffia is in allerlei opzichten. De touwtjes zijn veel strakker aangetrokken. Dus je moet steeds rekening houden met Xi Jinping thought en dat soort van... Hè, De ideologie van Xi Jinping, wat het ook dan mogen wezen natuurlijk. En dat lijkt mij, omdat China natuurlijk de ambitie heeft om op het hoogste niveau industrieel en wetenschappelijk mee te draaien in de wereld, lijkt mij dat niet verstandig. Niet waar, als je de paleontologie volgens Xi Jinping voort moet doen, dan lijkt mij dat eerlijk gezegd een stap naar links of naar rechts die je beter niet maken kunt. Maar zeker niet een stap naar voren. Ik denk dat China uiteindelijk zal moeten accepteren dat wil je vernieuwing hebben, innovatie, dat een zekere rommeligheid, een soort van, laten we zeggen, een beetje struikgewasachtige sector in elke samenleving noodzakelijk is. En dat je niet alles kunt controleren. Dat uiteindelijk een laten we zeggen, tot stasis in een samenleving leidt. Ja, er was nog iemand die een vraag stelde over de vernedering door de Japanners en ook door het Westen. Is dat niet iets wat ze niet vergeten? Ze zeggen, Chinezen vergeten nooit iets. Hebben ze onthouden, daar zijn ze nog steeds op uit. Dat speelt wel een rol, want dat wordt natuurlijk steeds uitgespeeld. Hè? Want wij zijn nu, moet je eens even kijken. We waren ooit tot ongeveer 1800, waren we in allerlei opzichten en eigen inzicht het belangrijkste land ter wereld. Nou ja, toen hebben we dus een enorme dip gehad in de 19e eeuw, in de eerste helft van de 20e eeuw. En nu zijn we helemaal terug op het wereldtoneel en eigenlijk zijn wij nog steeds het belangrijkste land ter wereld. Wat ze niet zijn, er zijn andere landen die even belangrijk zijn, die voor de potentie hebben om even belangrijk te worden. Maar ja, daar zit een element in van lekker net goed. Hè. We hebben klappen gehad en nu zijn wij in een situatie dat wij eventueel, als we dat willen, klappen kunnen geven. Ja, ja. Waar ze ook een rol in spelen is de missies naar de maan. En dat onderwerp werd volgens mij door een luisteraar... Ja, dat is zonde van de centen. Verder heb ik daar geen commentaar op. Dat de Chinezen dat doen? Ja, dat is gewoon flauwekul. Een bemande ruimtevaart is flauwekul. Dat we zeggen, je kunt dus een satellietje rond de aarde laten vliegen, maar je kunt veel beter onbemande satellieten, want als je mensen mee wil nemen, maar compliceert dat de zaken enorm. Ja. We zijn niet gebouwd voor de ruimte. Nee. Er is ook in ons eigen planetenstelsel zijn de reismogelijkheden uiterst beperkt. Je kunt naar de maan, fijn, naar de maan. Daar valt weinig te doen. Ja, er wordt gezegd, er worden mineralen gewonnen worden. Nou, dat is fijn. Moet je er eerst heen, moet je mineralen winnen. Hoe gaan die terug? Ik bedoel, de prijzen van deze mineralen, dan kun je beter op de eigen planeet naar vervangende mineralen zoeken. Nou, we kunnen nog naar Mars. Dat kan. Risico's zijn al fors en dan houdt het gewoon op. Dat is heel simpel. Jupiter is zelf een enorme gevaarlijke stralingsbron en als je nou naar Neptunus wil, dan moet je geloven dat duurt sowieso al een klein decennium voordat je er bent. Dus dat is allemaal flauwekul. Ja, maar iedereen is natuurlijk benieuwd naar van waar maken wij deel van uit en wat is er nog meer voor? Wij weten precies waar we deel van uitmaken. Ons eigen planetensysteem, ons eigen zonnestelsel is prima onderzocht. We hebben alle mogelijke, hele nuttige, onbemande toestellen uitgezonden naar diverse manen, naar Saturnus. We hebben nu dat ding wat rond Jupiter cirkelt. We hebben die fantastische rovers op de Marsoppervlakte. Die schitterende foto's en onderzoeken hebben geproduceerd. Daar heb je helemaal geen mensen voor nodig. Heel verstandig. De onbemande ruimtevaart is geweldig. Ik ben bereid uit de auto te stappen en even te juichen en te salueren in de regen. Maar we moeten ophouden met dat onzinnige idee dat we door de ruimte gaan reizen. De afstanden zijn van een zodanige aard dat dat volkomen zinloos is. Maar er zijn toch nog veel vragen? Ja, het zijn zeker veel vragen. Er zijn over allerlei dingen veel vragen.
We zijn ook over de diepte van de oceanen veel vragen. Maar omdat, kijk, de ruimtevaart, dat heeft iets romantisch. En daar hebben we allerlei science fiction over gelezen. En, nou ja, denk aan die film Star Wars, hè, van dat ze door hyperspace knallen of het niks is. Ook altijd goed terechtkomen. Ze komen nooit in het binnenste van een ster terecht. Hoe ze dat precies uitspoken, dat is een raadselachtige zaak. Maar goed, ze reizen tussen de sterrenstelsels of het niks is. Niet waar, alleen de doorsnee van onze eigen melkweg is geloof ik al 200 miljoen lichtjaar. Hè? Ons eigen melkwegsysteem van de ene kant naar de andere kant te reizen. Dus dat is, en dan hebben we natuurlijk die hele jongensfabriek daar in Californië. Ja, met die Elon Musk en die raket die dan weer terugkomt en zo, waardoor het een heleboel wat goedkoper is. En dan hebben we nog Jeff Bezos, dezelfde jongensdroom en hoe heet die vervelende Engelsman ook alweer, die Branson. Ja, want dat komt allemaal op neer op wipjes in de ruimte, op zijn best zullen ze een keertje ronddraaien. En dat wordt dan ook toeristisch, wordt dat een lollige trip tot het een keer misgaat natuurlijk. Ik wijs even op de shuttle, hè. Zijn er voor rare vragen?